Op een keer kwam er een man langs bij dokter Deten. Hij had een lange reis gemaakt en zag er moe en verdrietig uit. Kunt u mij ook gelukkig maken, vroeg hij? Nee, zei dokter Deten, alleen beter. En vrolijk? Nee. En sterk? Nee, alleen beter, dat zei ik toch. Maar ik ben niet ziek. De man keek heel ongelukkig en liet zijn schouders zakken. Het spijt me, zei dokter Deter. Maar ik wil wel dat u iets met mij doet, zei hij. Anders ben ik hier voor niets. Tja, zei dokter Deter en haalde zijn schouders op. Moet ik soms eerst ziek worden? Ja, ja, dat kan. Hoe moet ik dat doen? U zou naar dokter Dieker kunnen gaan, zei dokter Deter. Maar op dat moment stapte zijn knecht naar voren. Hij had tegen de muur in de schaduw gestaan. Hij sloeg een dik boek open voor het gezicht van de man. Kijkt u eens, zei hij. Het was een boek waarin 1000 ziektes stonden. Er stond ook bij hoe je de ziektes kon krijgen. De man kon erin te bladeren. Zoekt u er maar in uit, zei de knecht die naast hem bleef staan. De man zocht lang en wees tenslotte een ziekte aan. Oh ja, die zou ik ook kiezen. Welke ziekte is het? Vroeg dokter Deter die in zijn stoel was blijven zitten. Zwerende tenen. Oh ja. De man las hoe hij zweer de tenen kon krijgen. Even later kermde hij en lag hij op de grond. Hij zwaaide zijn voeten heen en weer. Auw! Auw, auw, riep hij. Zweer de tenen zijn verschrikkelijk. De dokter Deter stond op en maakte hem beter. Haha, zei de man. Hij bedankte dokter Deter en sloeg zijn kleren af. Dokter Deter nodigde hem uit een kopje thee te blijven drinken. Daar zaten ze dan. De man, de knecht en dokter Deter. Ze dronken thee. Ze aten er een koekje bij. De man vertelde dat hij helemaal niet gelukkig was, of vrolijk, of sterk. Maar dat vond hij niet zo erg. Hij vroeg wie hem gelukkig zou kunnen maken. Dat wist dokter Deter niet. Wat geluk? Heb ik geen verstand. Zou je daar eigenlijk geen verstand van willen hebben? Dokter Deter dacht diep na over deze vraag. Er verschenen rimpels op zijn voorhoofd en hij kneep in het puntje van zijn neus. U moet nu gaan, zei de knecht, toen hij zag dat dokter Deter het antwoord niet wist. Het verstand van ziektes is meer dan genoeg. Dokter Deter knikte. Dat is zo. Toen ging de man weg. Er stonden tranen in zijn ogen en hij keek naar het grond. Kwamen de andere dokters in optocht naar zijn huis. Ze waren woedend. Er kwamen geen zieken meer naar ze toe. Ze droegen spandoeken met: wij willen zieken! Wij vervelen ons! Wij kunnen ook wel iets! Dokter Deter maakt veel te veel mensen beter! Voor het huis van dokter Deter stonden ze stil, schreeuwden verwensing en zwaaiden met hun vuisten. Een paar dokters trokken het bord uit de grond, gooide het in een strak en zette er een ander bord voor in de plaats. Waarop stond: er zijn nog meer dokters. Zij heten u van harte welkom, maar niet hier. Ze bonkten op zijn deur, ze klommen langs de regenpijpen omhoog. Toen verscheen dokter Deter op zijn balkon. Wat wil jullie? Vroeg hij. Zieken! Riepen de andere dokters. Wij willen